Dorpshuis De Leeuw uit Garmerwolde wil graag gebruik maken van de subsidie die de provincie Groningen eenmalig beschikbaar stelt voor buurt- en dorpshuizen vanwege de coronacrisis. Deze subsidie kan oplopen tot een bedrag van €1.250. De provincie stelt in totaal €250.000 beschikbaar voor alle buurt- en dorpshuizen in Groningen. Vrijwilliger Ben de Jonge heeft al een idee wat ze met het geld gaan doen. Het bedrag is niet hoog genoeg voor de exploitatiekosten. Maar we hebben natuurlijk door de coronamaatregelen wel extra kosten rondom de hygiëne. Dus we verwachten dat we het daaraan gaan besteden. Wat doen jullie normaal in buiten de coronatijd? Wat wordt hier dan georganiseerd? Nou, we hebben in Garmerwolde vrij veel verenigingen. Een stuk of 15, 16. Kaartclub, toneelvereniging, muziekvereniging, kerkverenigingen, belangenverenigingen. Garmerwolde Express, die vergadert hier altijd. Ja, die maakt gebruik van die ruimtes. Dus dat is of de kleine ruimte van het cafégedeelte of van deze grote zaal waar we nu staan. En naast het verhuren aan de verenigingen, verhuren we ook aan andere organisaties of particulieren die hier iets willen organiseren. Maar gaan jullie de crisis wel doorkomen? Nou, wij verwachten van wel. Dus we hebben één vaste huurder, dat is buurtzorg. Dus we hebben wel wat inkomen. Op dit moment worden de nieuwe ruimtes boven ook bekeken voor nog een vaste huurder. Dus we kunnen een aantal ruimtes kunnen verhuren en daar zijn we wel heel blij mee, ja.